Een project, eigenlijk een idee van de gemeente om de buitenruimte hier van Uilensteden die vernieuwd wordt, hè, met allerlei wijsheden te gaan bekleden. En de wijsheden moeten natuurlijk komen van de bewoners, van de studenten. Okay. Toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik bij mezelf, het heet Uilensteden. Hè, de uil is hier ter stede en deelt zijn wijsheid aan ons mede. Nou, dat is een tegelwijsheid. Ja, want ik zat te denken van, wat zou dat dan moeten worden? Wat voor soort tegelwijsheden denken jullie aan? Het zijn eigenlijk de tegelwijsheden die van heel oud zijn. Oost, west, Duits, best. Hè, eigen haard is goud waard. Het gaat erom leuke spreuken van studenten, creativiteit. En die worden belegd op de nieuwe pleinen die hier komen. En de studenten die krijgen als beloning, zoals het heet, de eeuwige roem. Je zult maar je wijsheid hier hebben liggen. Dan ben je afgestudeerd, dan kun je straks tegen je kinderen zeggen, hier ligt vader of moeder, kijk eens met de eigen wijsheid. U bent als Stichting Leefomgeving Schiphol hierbij betrokken. Hoe komt dat? Ja. De Stichting Leefomgeving is een initiatief van de Tafel van Alders. Dat is een tafel waar alle partijen die iets met Schiphol te maken hebben samenkomen. En die hebben een stichting in het leven geroepen die geld mogen uitgeven voor projecten. Projecten van gemeenten die last hebben van geluid en de veiligheidsrisico's van Schiphol. En een van de projecten die ingediend is bij de Tafel van Alders was de buitenruimte hier van de campus Uilensteden. En wij hebben daar geld aan mogen geven om de plus in het project mogelijk te maken. Hoeveel? 5 miljoen euro. Als compensatie voor die vreselijke overlast van die herrie van die vliegtuigen? Ja, dat is eigenlijk, het is niet alleen voor Amstelveen, het geldt voor de gemeente rondom Schiphol, dus ook voor Haarlemmermeer, ook voor Haarlemmerlierspaardenwoude, ook voor Amstelveen en Uithoren. Wat doen jullie daar dan? We doen daar een project die de gemeente indienen, kijken of we die mee kunnen helpen financieren. Een project bijvoorbeeld in Haarlemmermeer is het vernieuwen van het hart van Zwanenburg. Heeft erg veel geluidhinder. Het stationsplein bij Halfweg. De sloopzone in Aalsmeer. Daar moeten woningen gesloopt worden vanwege de veiligheidsrisico's. Ja. Die mag heringewicht worden als groene zone. Nou, zo helpen we die gemeente om die projecten mogelijk te maken.